We zijn op de Bijsterveld in Ede en we zijn hier met Checks van Ede Doet een commissie gestart. En uit alle ideeën hebben we uiteindelijk gekozen om een bankje te gaan plaatsen met uitzicht op de vijver. Er is een verzoek gekomen vanuit het bestuur van de VVE hier om met de Checks wat te gaan doen. En toen hebben wij ons eigenlijk opgegeven als commissie. En hebben we een periode hebben mensen gevraagd om alle ideeën die ze hadden aan te leveren. En daaruit hebben we eigenlijk het leukste idee gefilterd. Dus uiteindelijk komen er nu twee bankjes. Van de Ede Doucheks hebben we gekocht 30-30 tegels, bandjes, twee banken en een vuilnisbak. Qua Checks, zeg maar, ben ik een beetje de sturende geweest dat we samen iedere keer het idee hadden. En dan was ik degene die dus of een pamfletje maakte voor de paar straten hieromheen, dat we wat meer Checks konden verzamelen. Want in het begin ging het niet zo hard. En op een gegeven moment werd het ook mondeling verspreid. Dus we hebben nu een paar keer echt grote donaties gehad, ook van verderop uit de wijk, dat er mensen zijn die zijn voor ons gewoon Checks gaan verzamelen. Dus dat was wel erg leuk. De reacties zijn erg positief. Ja, het is een leuke ontmoetingsplek, ook voor jongeren. Dat je zegt van jongeren in de flat met kleine kinderen, die kunnen er ook lekker zitten. En ze kunnen in de buurt spelen. Dus het is echt positief overgekomen. Het aanmelden zelf is niet moeilijk. Het is meer het inschatten van wat heb je nodig aan tijd en materialen. Wat nog enigszins lastig is. Maar goed, als je dan met meer bent, is dat wel prettig. Tip is wel, als je zoiets gaat doen als dit, je kan het alleen doen, maar het is prettig als je al een beetje geïnformeerd hebt om je heen wat er leeft en wat mensen ook graag willen en of je dus medestanders hebt. Je merkt gewoon dat je sneller vrijwilligers hebt, sneller handen, mensen letten ook op, denken mee, dus komen zomaar ineens met ideeën. Dus het is in die zin prettig als je ergens mee start, kijk even of het al leeft of dat mensen het met je eens zijn.